Wat leuk dat je er vanavond al zit. En je zult je misschien afvragen, waar zien we hij en waarom zien we hij? Ik ga nog een geheim vertellen, wat in Venlo bekend staat als het best bewaarde geheim. Ieder jaar opnieuw. Ik ben er gek van. Ik wil ook applaus vragen voor Dreespan 2017. Dit is voor mij een druim Dreespan. De adjudanten Martijn, adjudant Dick en prins Lex de Nierste. Is dat je een droom? Nee, dat is ruiken, joh. Maak er wat moeite van. Maak er wat moeite van. Oh, man. Is die vader die beuken in de Ermveld. Toen dat nog nooit het gedaan de afgelopen 30 jaar. Of in het geval van mijn broer 34 jaar. Dat zit ook alles voor wat het betekent, denk ik, in Venlo als de prins weer is. Venlo, stadje van mijn zin. Aan dit ding al diep in. Honderden liedjes kunnen we gewoon samen zingen. Dat maakt ook dat ze veel secure B. Hoi, hè? Oh. Hm? Ik doe mezelf zo versie niet meer. Het ene moment is ze bij Maria Auxiliatrix. Bij mensen die in de laatste fase van hun leven zitten. En dan geeft ze hup de noten in. En dan komt ze in een of andere mega grote zaal. Waar iedereen echt het leven nog eens aan het vieren. En het contrast is dan zo heftig. Jongens, daar gaan we, hè? Het is hoe geeft Lex Nierste. Dat je laat je dan Dick en Martijn. Men pakt elkaar nog één keer vast en dan steeds er nog één keer te genieten. En dingen mijn vader. En tot we toch wat heer gezegd het van, ik wil wel een vast loven vieren, tot het ook het echt nog mogen doen. In deze stad zien we geboren.